Halleluja. En ik heb u al gezegd wat God me vertelt en wat ik moet preken vandaag. Ziet u, kunt wel vele dingen hebben om over te spreken. Maar u bent niet de preker, de preker is de Heilige Geest. Al deze mooie predikers die we hebben op aarde zijn prima mensen. Maar het enige wat ontbreekt aan mensen is dat ze niet weten hoe te luisteren naar God. Dus u denkt dat een prediking gewoon een traditie is. En dat het een nieuwe cultuur is. En laat me maar gewoon iets zeggen. Zolang ik wel iets tot hun oren kan spreken, dan is het wel oké. Maar zelf de volgende staat onder autoriteit. Hij heeft een baas. En die baas, die is Jezus. En ik heb u al gezegd vandaag dat hij me gezegd heeft om te praten over pijn. Want hij zegt, ik wil mijn volk genezen. Is dat niet wonderbaarlijk? En ik kan de harten van vele mensen zien die in pijn verkeren. Mensen die worstelen om los te laten. Tegen de tijd dat we klaar zijn vandaag. Zal de duivel onder je voeten zijn. Ziet u dat dan niet? En u hoeft niet stoer te doen. Eén ding dat ik heb gezien. Is dat mensen die er stoer uitzien. Zijn juist altijd de zwakste mensen. Want in hen zijn ze altijd aan het koken. Ze hebben hulp nodig. Want er is iets dat smacht naar die hulp. Dus vandaag, mijn vriend, is this thing on. Thank you. Brother Carlos, you know really my voice is too loud. So why don't you put the thing a little bit? Thank you. Thank you. Good. God bless you. Hallelujah. Hallelujah. Today I would love us to open to our Bibles. Vandaag wil ik graag dat we openen naar onze Bijbels. To the book of Isaiah. Naar het boek van Jesaja. If you have your book there, I want you to write on top of this diagram, memory box. En als u schrift bij u heeft, dan wil ik dat u de sticker maakt en naar bovenaan schrijft, herinneringsbox. Geheugenbox. Geheugenbox. The church is a school. Want de kerk is een school. So. And in these boxes, en in deze boxen, I will also love you. Wil ik graag ook dat u. Can everybody see the board? Kan iedereen het bord zien? I will also love you to write here. Consciousness. En ik wil ook dat u daar opschrijft bewustzijn. Or you can write there conscious mind. Of u kunt daar opschrijven bewust verstand. And under the box. En onder die box. I want you to write subconscious mind. Wil ik dat u schrijft onder bewust verstand. So that we can kick off today. Zodat we vandaag kunnen aftrappen. Today I want to go into the boxes of your pain and take you out. Want vandaag wil ik naar de boxen van uw pijn gaan en u eruit halen. Hallelujah. The Bible says in Isaiah 43. De Bijbel zegt in Jesaja 43. Vers nummer 18. Vers nummer 18. Isaiah 43. Isaiah 43. Are we there? Zijn we daar? Thank you, Holy Ghost. Obedience is better than sacrifice. Gehoorzaamheid is beter dan offeren. Little did I know. En weinig dat ik wist. Oh.
I want to preach my own message. Wilde ik mijn eigen boodschap prediken? Say no. Hij zei nee. You're gonna preach what I told you to. Je gaat prediken waar ik je over verteld heb om te prediken. Now look at it. Nu laten we dan naar kijken. The Bible says. De Bijbel zegt. Do not earnestly remember the former things. Right there, your past. En schrijf daarop uw verleden. You can write there the things that people have done to you. Je kunt daar opschrijven de dingen die de mensen u hebben aangedaan. The things that cost you pain. De dingen die voor pijn hebben gezorgd. The things that took your peace. De dingen die u vrede hebben geroofd. It gave you a lot of sleepless nights. Het heeft u heel veel slapeloze nachten gezorgd. Sometimes we still think about it. En soms denken we daar nog steeds over na, dat het zo pijnlijk is. I told you God want to heal somebody today. Ik heb u al gezegd dat God iemand wil genezen vandaag. He told me that. Hij heeft me dat verteld. How many of you know God still talks to people? Hoeveel van u weten dat God nog steeds met mensen spreekt? But how many of you know God has prophets that He speaks to? Maar hoeveel van u weten dat God profeten heeft waar Hij toe spreekt? So say today, son. Dus hij zegt vandaag zo. I'm gonna use you to help somebody. Ga ik u gebruiken om iemand te helpen? Because we are ministers, you know. Want we zijn dienstknechten, weet je? God's ministers. Gods dienstknechten. So He needs to help us to minister. Dus Hij moet ons helpen om te bedienen. Hallelujah. So, I want you to write there the former things. En ik wil dat u daar opschrijft de dingen van vroeger. I want you to write there my pain. En ik wil dat u daar opschrijft mijn pijn. I want you to remember that pain. En ik wil dat u zich aan die pijn herinnert. But God is saying, remember not the former things. Maar God zegt hier, denk niet aan de dingen van vroeger. Neither consider the things of old. Let niet op de dingen van het verleden. And the Bible says in verse 19. En de Bijbel zegt in vers 19. What did the Bible say? En wat zegt de Bijbel daar? Today is your day of healing, my sister. Vandaag is uw dag van genezing, mijn zuster. Don't you see it? Ziet u dit dan niet? Those tears will be turned into tears of joy. Want die tranen zullen keren in tranen van vreugde. Tell somebody you better obey God. Zeg tegen iemand beter gehoorzaam in God. Behold, I am doing a new thing. Now it springs forth. Do you not perceive it? I know it. Will you not give heed to it? I will even make a way. God is about to make a way for somebody. God staat op het punt een weg aan te leggen voor iemand. God is about to turn somebody's impossibility and make it possible. En God staat op het punt iemands onmogelijkheden mogelijk te maken. That situation that looks hopeless. Die situatie die zo hopeloos lijkt. You start finding hope again in God. U zult weer hoop gaan vinden in God. Is somebody getting this? Begrijpt iemand dit? He said, I'll even make a way. You remember, He's not telling you to make a way. He said, I will make a way. En hij zegt, ik zal een weg aanleggen. En hij zegt niet dat hij u een weg zal aanleggen, maar dat hij een weg zal aanleggen. In the wilderness. In de wildernis. What is wilderness? Wat is wildernis? Is that dark place in your life? Dat is die duistere plaats in uw leven. That you are talking to yourself. Waar u van uzelf spreekt. And you say, I don't know how I'm ever going to come out. En u zegt bij uzelf, ik weet niet hoe ik hieruit ga komen. You deal with it daily. U heeft er elke dag mee te maken. Every day it stands before you. En elke dag staat het weer voor uw neus. People may not know it. Mensen mogen het misschien niet weten. There. Maar daar is het altijd. God, said, I saw it all. God heeft gezegd, ik heb het allemaal gezien. I saw the tears. Ik heb die tranen I gezien. Saw the agony. Ik heb die verschrikking I saw gezien. The confusion. Ik heb die verwarring But gezien. That's why I sent my son Jesus. En daarom heb ik nou mijn zoon Because Jezus gestuurd. To take you out. Want hij staat er op het punt om u eruit te And halen. Gives you a new meaning of life. En u een nieuwe betekenis van leven te geven. Is somebody getting this? Begrijpt iemand dit? So he said, dus hij zegt. I will make a way in the wilderness. Ik zal een weg aanleggen in de woestijn. And I will cause rivers. En ik zal ervoor zorgen dat de rivieren. To flow out of a dry ground. Stromen uit dorre grond. Halleluja. You see. Ziet u. It is good. Het is goed. That we get born again. Dat we wederom geboren worden. But most of the time, maar meestal. In short, kortom, your whole walk with God, in uw hele wandel met God. The things that will always hold you captive, de dingen die u altijd gevangen zullen houden. Is your past. Zijn uw verleden. What people did.
to you. Datgene wat mensen u hebben aangedaan. What happened to you? Datgene wat er met u gebeurd is. What maybe your wife did to you? Wat misschien uw vrouw u aangedaan heeft. What maybe your friend did to you? Wat misschien uw vriend u aangedaan heeft. What maybe your family did to you? Wat misschien uw familie u aangedaan heeft. What maybe people did to you? Wat misschien mensen u aangedaan hebben. Those are the things that always haunt you. Dat zijn de dingen die u altijd achtervolgen. The Bible says, if anyone be in Christ, de Bijbel zegt, wie dan nu in Christus is, he is a new creation. Die is een nieuwe schepping. All things are passed away. Het oude is voorbij. Behold, all things are become new. En zie, het nieuwe is gekomen. The Bible says, behold. De Bijbel zegt, zie. So you have to see it. Dus u moet dit ook zien. To receive it. Om dit te ontvangen. Because if you don't see anything, want als u niet ziet, you can never receive it. Dan kunt u het ook niet ontvangen. That's why most people are stuck in life. En daarom zitten de meeste mensen vast in het because leven. Because they are still so much caught up about their destiny. Namelijk altijd zodanig bezig zijn met hun verleden. When God is saying, terwijl God zegt, yesterday is gone. Het oude is voorbij. Is a new day. En vandaag is een nieuwe dag. God is saying, move forward. God zegt, ga voorwaarts. The devil is saying, move backwards. De duivel zegt, nee, keer terug naar je verleden. Today. Nee, vandaag. Tell the devil, zult u tegen de duivel zeggen, is somebody getting this? Begrijpt iemand dit? So what happened? Dus wat er gebeurde? When the devil want to attack you. Wanneer de duivel u wil aanvallen. When he want to attack you. Wanneer hij u wil aanvallen. When he want to put you in a spiritually weakened state. Wanneer hij u wil stoppen in een geestelijk verzwakte staat. When the devil want to paralyze you. Wanneer de duivel u wil verlammen. When the devil want to make you to feel like you are nothing. Wanneer de duivel u wil laten voelen alsof je maar niets bent. When the devil want to bring confusion in your life. Wanneer de duivel verwarring wil brengen in je leven. When the devil is about to frustrate you. Wanneer de duivel op punt staat u te frustreren. The first thing he does. Het eerste wat hij dan he doet. He brings you to your past. Is dat hij u terugbrengt naar uw verleden. Preach! That's it. He wants you to always remember. Hij wil dat u zich altijd herinnert. What God wants you to forget. Juist datgene wat God wil dat u vergeet. And he wants you to forget. En hij wil dat u vergeet. What God wants you to remember. Datgene wat juist God wil dat u zich herinnert. Amen. Amen. So you see. Dus ziet u. When the devil is about to strike. Wanneer de duivel op het punt staat aan te vallen. He takes you to your past. Dan neemt hij u altijd terug naar uw verleden. He reminds you of what Sophie did. Dan herinnert hij u aan hetgene wat Sophie u heeft aangedaan. Timothy did. Wat Timothy heeft gedaan. The way they treated you. De manier hoe ze u hebben behandeld. The way they look at you. De manier hoe ze naar u hebben gekeken. The way they make you feel like you are good for nothing. De manier hoe ze hebben u laten voelen alsof u niets was. Because they know. Want hij weet. The more you dwell in it. Dat hoe meer u daar over nadenkt. The more you come out of fellowship with God. Hoe meer u buiten gemeenschap van God gaat. Remember. Onthoud, you can never defeat the devil. Dat u nooit de duivel kunt verslaan. With your understanding. Met uw eigen inzicht. Whenever the devil brings you to your past. Wanneer de duivel u brengt naar uw verleden. He will not attack your image. Dan wilt hij uw inbeelding wilt hij aanvallen. Your image. Uw inbeelding. Is not your face. Is niet uw gezicht. Your image. Uw image. Is what God created you with himself. Dat waar God u met zichzelf mee heeft geschapen. The Bible says, de Bijbel zegt. We are created. We zijn geschapen. In the image of God. In zijn beeld. In holiness. In gelijkenis. In heiligheid. And in righteousness. En in rechtvaardigheid. Are you getting this? Begrijpt u dit? Now this image. Nu dit beeld. Has to do with your heart and your mind. Heeft te maken met uw hart en uw verstand. Tell somebody your heart and your mind. Zeg tegen iemand uw hart en uw verstand. So you see most people. Dus u ziet de meeste mensen. Though they are born again. Ook al zijn ze wederom geboren. They always remember what people did. Ze herinneren zich altijd maar aan datgene wat mensen hun hebben aangedaan. Hallo. Hallo. Do we have some people in this place? Hebben we mensen aan deze plaats? They always remember. Ze herinneren zich dat altijd. So you see. Dus ziet u. In us. In ons. In our mind. In ons verstand. In our spirit mind. In onze geestelijke mens. We have two compartments. Hebben we twee compartimenten. Where information are stored. Waar informatie is opgeslagen. There's somebody information. Zeg tegen iemand informatie. We have the conscious mind. We hebben het bewust verstand. The conscious mind. Het bewust verstand. It operates. Opereert. As you exercise your willpower. Als u wilskracht uitoefent. You can always remember. U kunt altijd herinneren. What somebody did. Wat iemand u heeft aangedaan. So whenever you exercise your willpower. Dus wanneer u uw wilskracht uitoefent. Maybe something happened to you yesterday. Misschien is er gisteren iets met u gebeurd. You can always remember. Dan kunt u het altijd herinneren. There's somebody you are conscious mind. Zeg tegen iemand uw bewust verstand. Maybe the person cheated on you. Misschien heeft de persoon u bedrogen.
Maybe the person abandoned you. Misschien heeft die persoon je verlaten. Maybe the person say lies about you. Misschien heeft die persoon leugens over u verteld. All those things are registered in your conscious mind. Al deze dingen zijn geregistreerd in uw bewust verstand. You see, after a while. Ziet u na een tijdje? Even though you don't see that person. Ook al ziet u die persoon niet. It seems as if you forgot about it. Dan lijkt het wel alsof u bent vergeten. So you are not thinking about it anymore. Dus u denkt er dan niet langer meer over na. When the thing just happened. Maar wanneer het ding is gebeurd. Your mind was so much on it. Toen was uw verstand daar heel erg op gericht. Every day you think about it. Elke dag dacht u er wel over na. Every day you talk about it. Elke dag sprak u erover. The more you think about it. En hoe meer u erover na. The more you talk about it. Hoe meer u erover ging spreken. The information. Ging die informatie. Begin to travel. Nu reizen. From your conscious mind. Naar uw bewust verstand. To your subconscious mind. Naar uw onbewust verstand. And it stays there. En daar blijft het dan. Amen. So though you may not talk about it. Dus ook al praat u er wel niet over. That doesn't mean you have dealt with it. Dat betekent nog helemaal niet dat u ermee af hebt gerekend. You may never talk about it. U mag er misschien nooit over praten. But that doesn't mean you dealt with the problem. Maar dat betekent nog niet dat u met het probleem hebt afgerekend. The problem is still there. Het probleem is nog steeds daar. The problem just moved from one place. Maar het probleem is van de ene plaats. To another. Naar de andere plaats gegaan. Tell somebody to another. Zeg tegen iemand naar de andere plaats. So it travels from your conscious mind. Dus het is gegaan vanaf uw bewust verstand. With your conscious mind, my friends. Met uw bewust verstand, mijn vrienden. You can easily remember things. Kunt u heel makkelijk zich aan dingen herinneren. When you exercise willpower. Wanneer u wilskracht erover uitvoert. Especially things that just happen fresh in your life. Speciaal de dingen die pas zijn gebeurd in uw leven. You can easily remember. U kunt u zich heel makkelijk herinneren. How many of you know somebody slapped you today? En hoeveel van u weten dat als iemand u slaat vandaag? You think about it for some weeks. Dat u er enige weken over na zal blijven denken. Or some months. Of zelfs maanden. Then it seems as if you are not thinking about it anymore. En op een gegeven moment lijkt het alsof u er niet meer over nadenkt. Every time you were thinking about it. En elke keer dat u erover nadacht. And you were talking about it. En u sprak erover. You were transporting that evil. Transporteerde u dat kwaad into your subconscious. Naar uw onderbewustzijn toe. So actually, dus eigenlijk you did not deal with it. Heeft u er helemaal niet mee afgerekend. You just packed it somewhere. Maar u heeft het gewoon alleen maar ergens geparkeerd. It's like a car. Het is als een auto. You just drove the car and put it somewhere. U heeft de auto gereden en u heeft hem ergens neergezet. But that doesn't mean maar dat betekent nog niet you have solved the problem of the car. Dat u het probleem van die auto heeft opgelost. The car, the problem. Die auto had een probleem. You just parked it. U heeft het geparkeerd. But that doesn't mean the problem is solved. Maar dat betekent nog niet dat het probleem the problem is opgelost. Is still there. Want het probleem is daar namelijk nog steeds. Tell somebody the problem is still there. Zeg tegen iemand, het probleem is nog steeds daar. So now God came to us. Dus nu is God tot ons gekomen. The day we give our heart to him. De dag dat we ons hart aan hem hebben gegeven. He said. Zei hij. You. U. Now. Nu. Remember not. Herinner niet hetgene wat vroeger is gebeurd. The former things. Don't dwell in your past. Dus blijf niet bij je verleden. Why? Waarom? Because God knows. Omdat God weet. The devil. Dat de duivel. Will use your past. Je verleden zal gebruiken. To make you feel like you are nothing. Om je te laten voelen alsof je niets voor staat. He will use your past to frustrate you. Gebruik om je te frustreren. Most of the people that are bitter. En de meeste mensen die dus verbitterd zijn. Is because something happened in their life. Is omdat er iets is gebeurd in hun leven. They didn't deal with it. En ze hebben er niet mee afgerekend. They packed it somewhere. Ze hebben het ergens geparkeerd. So it started with anger. Dus het is begonnen met woede. That was not dealt with. En daar is dus niet mee afgerekend. It resulted to bitterness. En dat resulteerde uiteindelijk in bitterheid. So you packed it somewhere. Dus je hebt het ergens geparkeerd. But every day, maar elke dag weer. The thing troubles you. Bezwaart dat ding. Now it seems as if you forgot. En nu lijkt het wel alsof je het bent vergeten. You forgot. U bent het vergeten. Then one day, maar op een dag. You met komt u. Johnny. Johnny tegen. Johnny is the one that did this thing to you. En Johnny is juist degene die u dat aan heeft gedaan. You really thought you forgot. U dacht echt dat u het was vergeten. Until you met the guy again. Totdat u die persoon face to face zag. The whole thing. En het hele ding dan. Started again. Begint dan nu weer overnieuw. Your subconscious. Uw onderbewustzijn. Only function. Functioneert alleen. When you meet the things that you used to deal with. Wanneer u de dingen tegenkomt waar u ooit mee had gehandeld. That memory there. Dat geheugen daar. Let me say for example. Laat me zeggen bijvoorbeeld. I used to be a child. Ik was ooit een kind. And my parents. En mijn ouders. They bought me a pop. Die kochten een popje voor me.
And every day I play with the pop. En elke dag speel ik met een popje. Now I am 18 years old. En nu ben ik 18 jaar oud. I don't have the pop anymore. Ik heb die pop niet meer. Then all of a sudden, en dan opeens, I went to a playground. Ga ik naar een speeltuin. And I met a little boy with the same pop. En ik kwam een klein jongetje tegen met diezelfde pop. I remember. Dan herinner ik me. Why did I remember? En waarom heb ik dat herinnerd? Every time that I was playing with that pop as a child. Omdat elke keer dat ik met die pop speelde als kind, I was transporting information. Transporteerde ik to my storage center. Naar mijn geheugencentrum. Subconscious. Wat wordt genoemd het onderbewustzijn. Though you are born again. Ook al bent u wederom gebeurd. Your subconscious mind is still alive. Uw onderbewust verstand is nog steeds heel erg levend. That's what they did not tell me. En dat hebben ze u niet verteld. And also you came to church. En ook bent u naar de kerk gekomen. This fine pastor. En deze prima voorganger. Tells you. Zegt u. Just forgive you. Ja, vergeet maar gewoon. And just forget en you. En ja, vergeet het maar gewoon. And they never teach you how. Tell u nooit hoe so u dat moet doen. Dus u vraagt ze dan when hoe. When every day this pain is still rising up. Wanneer elke dag deze pijn weer opborrelt. Today I want to teach you the how. En ik vandaag wil ik u leren hoe. Is somebody getting me? Begrijpt iemand dit? So, dus. This is what happened. Dit is wat er gebeurt. Maybe you were abused. Misschien werd u misbruikt. Somebody gave you a slap. En iemand heeft u een klap gegeven. You end up with a red eye. En uiteindelijk krijgt u er een rood oog van. You stroll one day out of your house. En op een dag wandelt u uit uw huis. This thing happened 5 years ago. En dit is 5 jaar geleden gebeurd. You met another lady. En u komt een andere dame tegen. Red eye. Met dat rode oog. You remember. En dan herinnert u zich ineens weer uit. En in één keer borrelt die pijn weer op. All of a sudden, en opeens, maybe while you were growing up, misschien terwijl je opgroeide, you once touched a hot fire. Raakt u ooit eens een brandend vuurtje aan? And it burnt you. En het heeft u verbrand. That thing that happened that day. En dat ding die dag is gebeurd, was so painful. Was zodanig pijnlijk. That information. Dat die informatie stays. Verbleef. In your subconscious. In uw onderbewustzijn. One day again. En op een dag weer. You touch something that is hot. Raakt u ineens iets aan wat heet is. You remember. En u herinnert zich ineens wat gebeurd is. Your subconscious operates like this. Onderbewustzijn is datgene wat zo op deze manier opereert. What you see. Wat u ziet. What you hear. Wat u hoort. And what you touch. En wat u kunt aanraken. It doesn't happen automatically. En het gebeurt dus niet automatisch. It only happens when you come in contact with your past. Wanneer u weer met uw verleden in aanraking komt. But the question is. Maar de vraag nu is. How does God. Hoe doet God? How is God? Hoe is God? Going to heal me? Mij gaat genezen. From this pain. Van deze pijn. Because even though I pretend it is not there. Want ook al doe ik wel alsof het daar niet zit. I am still confronted with issues. Word ik nog steeds geconfronteerd met dingen. That brings me back to the pain. Die me weer terug naar die pijn leiden. How is God gonna help me? Hoe gaat God me dan nu helpen? There are many believers today. Er zijn vele that have problems with pastors. Die problemen hebben met voorgangers. Because they said the prophet said. Omdat ze zeggen ja, de profeet heeft gezegd. Give me 1,000 euros. Geef me 1,000 euro. You're gonna be rich. Ja, want je gaat wel rijk. Till now I am broke. En tot nu toe leid ik gebrek. So you are angry with the dus prophet. Nu bent u boos op die profeet. But you did not get angry with yourself. Maar u bent niet boos op uzelf. Because you were selfish. Omdat u zo zelfzuchtig was. You wanna be broke. U wilde you wanna be rich. Gebrek leiden. U wilde zo graag rijk worden, toch? You don't want to serve God. Maar u wil God niet dienen, toch? There are many things that have happened in church. En er zijn heel veel dingen die er zijn gebeurd. So you see, dus ziet u, somebody leaves from one church to another. Iemand gaat van de ene kerk naar de andere. They say, I'm just being careful. Nee hoor, ik ben heel erg voorzichtig. Continue to be careful. Blijf lekker voorzichtig dan. No matter what the devil tries to do, maakt it will not change. Wat de duivel probeert te doen, het zal niet veranderen. The fact that the word of God is true. Dat feit dat het woord van God de waarheid is. Are you getting it? Begrijpt u dit? Maybe you were angry. Misschien was u boos. Because of giving in vanwege church. Het geven in de kerk. You say the church is talking about money. De kerk praat alleen maar over geld. Every time they say give. Elke keer zeggen ze wel geef. You can get angry and leave u kunt the church. Boos worden in de kerk verlaten. It did not change the fact. Maar daar verandert het feit in that giving is part of the gospel. Ook een deel is van het evangelie. Zo is het gewoon. Now you can only be healed. En nu u kunt alleen maar genezen worden van iets when you confront it. Wanneer u het confronteert. Amen. You cannot be healed about anything when you run away from it. U kunt namelijk niet genezen worden van iets wanneer u ervan wegrent. Preach. Nothing changes as long as you are running. Want niets verandert er als u steeds maar wegrent. But things change as long as you are willing to confront. Maar dingen veranderen pas als u gewillig bent om het te confronteren. When you are running. Wanneer u wegrent. The devil is chasing you. Dan gaat hij u achterna. Maar wanneer u hem confronteert. He begins to realize. Dan begint hij zich te realiseren. You have discovered who you are. Dat u nu
I'm about to tell you. En dat u bewust bent. No more nonsense. Geen enkele onzin meer. Amen. Things don't just change because you talk about it. Veranderen niet zomaar omdat u er alleen maar over praat. You see? Ziet u? We are born again. We zijn wederom geboren. To confront issues. Om problemen te confronteren. And to deal with it. En om ermee af te rekenen. The things we used to run away. De dingen waar we ooit van weg reden. Because God is on our side. God aan onze zijde. He has called us in His kingdom. Hij heeft ons geroepen in zijn kerk. He has anointed us with His Spirit. En hij heeft ons gezalfd met zijn geest. So that the same thing. Zodat hetzelfde ding. That used to trouble us. Wat u ooit bespaard. Will start troubling that thing. Dat wij dat ding nu zullen beginnen te bezwaren. Are you getting this? Begrijpt u dit wel? That's what I said. Daarom heb ik gezegd. The gospel of Christ. Evangelie van Christus war. Betekent oorlog. That's somebody war. Zeg tegen iemand oorlog. Good. Goed. I'm just starting. En ik begin nu net pas. I told you this already. Ik heb u al gezegd deze hele dag. We are here to pray. Zijn we hier om te bidden. You see, if you have never prayed before. Zit u als nog nooit hebt gebeden. Today you open your mouth. Dan zul je vandaag je mond open doen. Because you see, want ziet u. You did not become born again. U bent niet wederom geboren om maar te slaan te zijn. Born into freedom. U bent geboren in vrijheid. Alles wat u vrede heeft geroofd. Today, vandaag. There must be an exchange. Moet er een verruiming zijn. Are you getting this? Begrijpt u dit? So this is what God said. Dus dit is wat God heeft gezegd. The day you accepted Jesus. De dag dat u Jezus hebt aangenomen. He said to you. Heeft hij tegen u gezegd? Remember not. Herinner niet. He said, my friend. Mijn vriend. You have cried too much. U heeft te veel gehuild. But now I have a news. Maar nu heb ik heel goed nieuws voor u. Your past is over. Uw verleden is voorbij. I am giving you a new life. Ik geef je een nieuw leven. And this new life. En dit nieuwe leven. Carries the ability. Draagt het kunnen. Gives you the power. Geeft u dus de kracht. Gives you the authority. Geeft u de autoriteit. To confront the enemy. Om de vijand te confronteren. Are you getting this? Begrijpt u dit? Now there was a man in the Bible. Nu, er was een man in de Bijbel. They call him Paul. En ze noemden hem Paulus. Paulus. Before he became a Christian. Voordat hij christen werd. When you look Acts 26. Wanneer u kijkt naar Handelingen 26. I'm looking at my time. En ik kijk nu nog naar mijn tijd. Go and check. Ga dan naar huis. Don't tell me I'm open the Bible because I preach like this. En zeg niet, ik heb de Bijbel niet geopend, want dit is de manier hoe ik predik. En u kunt allemaal terugkijken in de Bijbel. Handelingen 26, vers 10 tot en met 11. Paulus. While he was an unbeliever. Terwijl hij nog een ongelovige was. He contributed for the persecution of the church. Droeg hij bij aan de vervolging van de kerk. And that is what I did in Jerusalem. I not only lock up many of the faithful saints, holy ones in prison, by threat of authority received from the chief priest. But when they were being condemned to death, I cast my vote against them. Are you getting this? Ziet u dit? Paulus, as an unbeliever, als ongelovige, he did certain things. Deed hij bepaalde dingen. For you, voor u, to move forward. Voorwaarts te gaan. You must examine yourself. Moet u uzelf weer heronderzoeken. Did you ever make mistakes? Heeft u dan nooit ooit fouten gemaakt? Yes. Why are you looking at me like that? Waarom kijkt u me zo aan? Nothing changed. Niets is veranderd. Until you begin to face your fine self. Totdat u uzelf onder ogen komt. Some of the things. Sommige van de dingen. That happen in our life. Die zijn gebeurd in ons leven. And tell people. Daarvan zeg ik tegen when mensen. When the devil wins. Wanneer de duivel wint. Any battle. Elke strijd. Is because of a default. Dan is het vanwege een fout. What is a default? Wat is een fout? A default. Een fout. Is something. Is iets. That you are supposed to do. Wat u hoort te doen. And you refuse to do. Maar dat u nalaat te then doen. Then it becomes a crisis. En dan wordt het in één keer een crisis. For example. Bijvoorbeeld. You are a believer. U bent een gelovige. God said, don't fornicate. En God zegt, pleeg geen hoererij. You choose to fornicate. Maar u heeft er wel voor gekozen om te there hoererij is always te plegen. A consequence. Dan ligt er altijd een consequentie whenever you do things out of the word of God. Wanneer u dingen buiten het woord van God ontdoet. It may look good. Het mag misschien er goed uitzien. Because that is who the devil is. Want dat is wie de duivel is. You make things look good for a while. Dingen mooi voor een tijdje. Then he deals with you. Maar dan rekent hij met u af. Then you sit back. En dan zit u. And you begin to regret. En dan begint u in één keer spijt. Why did I get into this in the first place? Ja, maar waarom heb ik hier allereerst heb ik dit gedaan? But God told you. Maar God had u al gezegd. So for you to come out of that mess. Dus voor u om uit die troep te komen. You must first of all acknowledge your own fault. Moet u allereerst erkennen dat u zelf fout bent.
Things don't just happen. Want dingen gebeuren gewoon niet zomaar. When you begin to grow, wanneer je begint te groeien, you will notice that even the people you meet, zul je zien dat zelfs de mensen die je ontmoet, it's not accident. Niet gewoon zomaar per ongeluk is. The things that come your way, de dingen die op je pad komen. If you can see in the spirit way, als je kunt zien in de geestelijke atmosfeer, was het al voorberekend en voorbestemd. That was the child of God. Daarom was het kind van God. If you don't know, als u niet weet that we are spirits, dat we geestelijke wezens zijn, as people, en als mensen, we operate in two worlds. Dat we opereren dus in twee werelden. We live in the spirit world. We leven namelijk in het geestelijke and the natural world. En in de natuurlijke. It is the spirit world. Het is de geestelijke wereld that controls the natural. Die de natuurlijke wereld beheerst. You will begin to live your life with carefulness. Dan pas begint u uw leven zorgvuldig te leiden. Nothing just happens. Want niets gebeurt gewoon zomaar. Are you getting this? Begrijpt u dit? The situation that you are in, de situatie waar u in zit, is niet gewoon zomaar gebeurd. That's why I want to take you somewhere. En daarom wil ik u ergens naartoe brengen en u eruit halen. Hoeveel van u zijn gewillig om met me mee te gaan? Good. Tell somebody we are on a journey. Zeg tegen iemand, we zijn op reis. You see, my father told me one day. Ziet u, mijn vader zei op een dag. Hij zei zo. The fact that you are born in a poor family, het feit dat u bent geboren in een arme familie. That doesn't make you poor. Betekent nog niet dat u arm bent. I said, Papa, what do you mean? Ik zeg, papa, wat bedoelt u daar nou mee? He said, look at me. Hij zei, kijk naar mij. I was an orphan. Ik was een wees. I was raised. Ik was opgevoed. By strangers. Door vreemden. Look at my life. Kijk naar mijn leven. Do I look zie ik er arm uit of zo? I am an evidence of that. Nee, ik ben een bewijs van die uitspraak. That is what my father said. Want dat is wat mijn vader zei. So he began to teach me. Dus hij begon me te leren. Don't let the circumstances that happen to you. Laat niet de omstandigheden die met u gebeurd zijn. Determine your future. Je toekomst vastbesluiten. Don't let your past. Laat je verleden. Put you in a box. Je niet in een box stoppen. And it stops you. En dat het u dan weer haalt. From receiving. Van het ontvangen. What God has van datgene wat God voor u heeft. Maybe you were blessed from your home. Misschien bent u opgevoed uit when your parents never showed you love. Waar uw ouders u nooit liefde hebben getoond. And now you are Christian. En nu bent u Christen. The reason why they did not show you love. En de reden waarom ze u geen liefde hebben they didn't know what love is. Is omdat ze zelf niet eens wisten wat liefde was. Stop expecting people to give you what they don't have. Hou ermee op om van mensen te verwachten dat ze u iets geven wat ze zelf one of the reasons why people stay in pain. Een van de redenen waarom mensen in pijn verblijven. They are still waiting for somebody that will never tell them I'm sorry to tell them I'm sorry. Dat ze nog steeds wachten op iemand die ze nooit gaat vertellen dat het dus spijt. Gaan wachten tot diegene zegt dat het dus spijt. They can never give you what they don't have. Want ze kunnen u nooit geven wat ze zelf niet hebben. My father. Mijn vader. Never told me he loved heeft me nooit verteld dat hij van me houdt. I was the first person that told him I love you. Maar ik was de eerste persoon die hem had gezegd ik hou van je. Weet je waarom? Because I met a greater father. Omdat ik een geweldige vader heb. And that is God. And his name is love. Because God taught me love. God heeft me liefde geleerd. One day I look at my father. Op een dag keek ik naar mijn vader. I said, Papa. En ik zei, Papa. I love you so much. Ik hou zoveel van u. He did not know how to look at en hij wist niet eens meer hoe hij moest know what to say. Hij wist niet waar het zoeken moest, wat ik moest zeggen. Waarom? I refuse. Omdat ik weigerde. To let his lifestyle. Zijn levensstijl. Mijn levensstijl te laten bepalen. Nothing changed. Niet veranderd. Until you start learning to confront. Als u pas leert de confrontatie aan te gaan. Don't expect somebody to give you 1 million. Verwacht niet dat iemand u 1 miljoen geeft. Wanneer die persoon dat niet eens heeft. That's why many people stay in pain. En daarom blijven juist veel mensen in pijn. He's the father of my kids. Ja, hij is de vader van mijn kinderen. Why is he not taking care of waarom zorgt hij nou niet voor he doesn't know better. Omdat hij niet beter weet. If he knows better, als hij beter had geweten, dan was hij wel goed. You don't expect a blind man to see. Je kan toch niet een blinde man verwachten. If you want a blind man to see, als u wilt let him see first. Then you say, why do you not do it? Zien. En dan pas kun je zeggen, waarom doe je het niet? We should stop dwelling into things. We moeten ophouden bij dingen te blijven. That will not take us anywhere. Die ons niet verder brengen. That's why today. En daarom vandaag. You will draw a new line. Zult u een nieuwe lijn gaan trekken. And you will tell the devil. En u zult de duivel zeggen. That was then. Dat was toen. This is now. Dit is nu. Enough is enough. Genoeg is genoeg. I dismiss you. In the name of Jesus. Jesus. Is somebody getting this? Begrijpt iemand dit? And the Bible says. En de Bijbel zegt. This is Paul. Dit
Paulus. I told you I love Jesus. En ik heb u al gezegd, ik hou van Jezus. He's my boss, you know. Hij is mijn baas, weet u. I don't care lying down in front of him. En ik vind het niet erg om voor hem te liggen. I don't care ruling. Of voor hem te rollen aan zijn voeten. I don't even care crying. En het interesseert me zelfs niet als ik moet huilen. And every day I say, en elke dag zeg just help me know you. Help u te kennen. Help me understand. Help me u te begrijpen. Because without you, want zonder u, this journey of life, zal deze reis doorgaan. I cannot fix it. Dat kan ik namelijk niet fixen. Are you getting this? Begrijp is somebody still here? Is iemand nog steeds? And the Bible says. En de Bijbel zegt. Now this is Paul. Nu, dit is Paulus, hè? This is what he did. En dit is wat hij deed. Most of the time people will say, you see what they did to me. Meestal zeggen mensen altijd van, ja, zie je wat ze me hebben aangedaan. Did you ever make a mistake? Maar heeft u zelf dan nooit een fout gemaakt? Did you ever did anything stupid to somebody? Heeft u nooit iemand iets stoms aangedaan dan? If you have done that, als u dat heeft gedaan, learn to let go. Dan moet u ook leren om los te laten. Did you kill yourself for doing that? Heeft u zelf gedood dat u dat deed? No. Nee toch? You choose to cope with yourself. U heeft toch voor gekozen om if uzelf you can te cope with yourself. En als u uzelf dan and if you can accept yourself. En als u uzelf kunt accepteren for who you are. Voor wie u bent. And if you can believe. En als u kunt geloven that God forgives dat God u heeft when you say I'm sorry, wanneer u zegt you too can forgive someone. Dan kunt u ook with, without waiting for the person to say I'm sorry. Of die persoon om het spijt tegen u te zeggen. We always wait. We wachten altijd maar for an answer voor een antwoord dat nooit zal komen. We always expect. We verwachten altijd maar from somebody that van doesn't understand. Die het niet eens begrijpt. Let your expectation management. Maar laat uw verwachtingshouding be shifted back to God. Terugverschoven worden naar God. You see, as long as you are dealing with men. Ziet u, zolang u met de mensen te maken as long as you are dealing with people. Zolang u met de mensen te maken hebt. There is always something. Is er altijd wel wat? That's why you must learn. En daarom moet u leren. To prepare your mind. Om je verstand voor te bereiden. Voor de dingen die nog komen. Zodat dingen niet als een verrassing voor u staan. Jesus said, Jezus heeft gezegd. In the world. In de wereld. You will have tribulation. Zult u moeilijkheden hebben. He was already informing you. En daarmee informeerde hij u al. That dat u zeker dingen zouden as gebeuren. Long as you are here. Zolang u hier bent. He said, hij heeft gezegd. He said, offense will come. Hij zegt beledigingen zullen komen. Why did he say that? Waarom heeft hij dat gezegd? Because omdat people will get you offended. Mensen zullen u beledigd laten raken. But the source of offense maar is the devil. De bron van belediging is de duivel. When you break out of a relationship, wanneer u uit een relatie breekt, because you are offended, omdat u beledigd bent, you are a fool. Dan bent u een dwaas. Amen. Only fools quit because the fire is hot. Want alleen dwazen geven het op als het vuur te heet is. Hey! Say it again, say it again. Because whether you like it or not. Want of u nou leuk vindt. You always need hot fires. U zult altijd in vuur staan. Shake the peace into the fire. You always meet things in life. U zult altijd dingen tegenkomen. That will take your peace. Die u van uw vrede willen roven. But you must know. Maar u moet weten. The source of that. Daar, wat daar de bron van is. Is the devil. En dat is de duivel. If I am my wife today, als ik en mijn vrouw vandaag we have an issue, een probleem hebben and I walk away, en ik loop weg because of the issue, vanwege dat probleem I am a fool. Ben ik gewoon een dwaas. Because God did not put two beautiful people, want God heeft niet twee mooie mensen samen together, tezamen, to destroy themselves. Of elkaar te vernietigen. There is only one person. Er is maar één persoon that one can destroy. Die daar verantwoordelijk voor is. And that is the en dat is de duivel. That's why as children of God, daarom als kinderen van God we must learn moeten we leren to focus om ons te focussen on the source of our problem, de bron not the things van onze problemen en niet de dingen waar we mee te maken hebben. Are you getting it? Begrijpt u dit? You can see Johnny. U kunt Johnny zien. And you are blaming Johnny. En u neemt de Johnny kwalen. Johnny, my life is like this. Ja, Johnny, mijn leven is zo. Because of you. Vanwege jou. No. Nee. The devil. De duivel. Uses Johnny. Heeft Johnny gebruikt. To make your life miserable. Om je leven miserabel te maken. Deal with the devil. En je afrekenen met de duivel. Johnny will be normal. Dan zal Johnny weer gewoon normaal worden. Preach. Are you getting it? Begrijpt u dit? Now, verse 11.
Vers 11. Is somebody still here with me? Is iemand nog steeds hier met mij? I told you after today. En ik heb u al gezegd dat na vandaag. After today. Na vandaag. You will not let the devil. U de duivel niet zal toelaten. Begin to dictate. Om te dicteren. How your life is supposed to go. Van hoe uw leven moet gaan. You have to tell him. U moet hem zeggen. What you want. Wat je wil. Then you tell him to go. En dan moet u zeggen dat u moet wijken. Is somebody getting this? Begrijp je wat dit? The Bible says. The Bible says. And frequently, I punish them in all the synagogue to make them blaspheme. So Paul. Dus Paulus. Was forcing people to lie. Forceerde mensen om te liegen. What an evil. Wat een kwaad. That was his past life. En dat was zijn verleden. That is what he did. En dat is wat hij had gedaan. Why was Paul sharing this story to us? Waarom deelde Paulus dit verhaal met ons? To make us know. Om ons te laten weten. He too was once evil. Dat ook hij ooit slecht was. You cannot forgive nobody. U kunt helemaal niemand ooit. You can never come out from the pain. U kunt nooit uit een pijn komen. When you don't know how to examine your own life. Wanneer u zelf niet weet hoe u uw eigen leven moet onderzoeken. How many times you do something stupid? And you go to God and say, I'm sorry. He forgives you without questioning you. Hoe vaak doet u wel niet iets doms? En u gaat naar God om u te vergeven. En dan vergeeft hij u. En dat hij u niet in twijfel trekt dan. Hoe vaak gebeurt het wel niet? Why don't you do that to others? Maar waarom doet u dat zelf niet bij een ander dan? It's a choice. Dat is een keuze die u maakt. It's just choose. U heeft daarvoor gekozen op dat moment. As long as you hold on to your pain, en zolang u maar in uw pijn vasthoudt. You are a prisoner to yourself. Dan bent u een gevangene van uzelf. Yeah. Today. En vandaag you have to release yourself. Moet u uzelf vrijzetten. Is somebody in this room? Amen. Is iemand in deze ruimte? And in my bitter fury against them, I harassed, troubled, molested, persecuted, and pursued them even to foreign cities. See how wicked. Man, do you love Paul? Hoe slecht. This is Apostle Paul. Maddie, je houdt het zo van Paulus, maar dit is Apostel Paulus. Hè? Apostel. Dit is zelf Apostel Paulus. Hè? See how wicked he was. Zie hoe slecht hij was. Now this is what he did. Nu, dit is wat hij deed. In Acts 8, vers 3. In Handelingen 8, vers 3. How many of you are learning something? En hoeveel van u leren hier? We live in the wicked world. We leven in een boze wereld. You must know. U moet weten how to position yourself. Hoe u uzelf moet positioneren. For victory. Voor overwinning. You see. Ziet u? Victory. Overwinning. Is not in muscles. Zit hem niet in spieren. Wow. I came from a family where everybody just had big muscles. En wow, ik ben uit een gezin gekomen waar ieder allemaal spierballen heeft. I don't need to go to the gym for that. En ik hoef daar niet voor naar de sportschool te gaan. It's not in the muscles. Maar het zit hem niet in die spierballen. Victory. Overwinning. Is in the spirit. Zit hem in de geest. Amen. Because I've seen. Want ik heb gezien. Heavy duty guys. Hele zware jongens. That crack down before me in tears. Die braken in tranen voor mijn neus uit. Are you getting this? Begrijpt u dit? Now hear what the Bible says. Nu hoor wat de Bijbel zegt. But Saul shamefully treated and laid waste the church continuously with cruelty and violence. Entering house after house, he dragged out men and women and committed them to prison. This is how wicked. En dit is dus hoe slecht. Paulus was. Now that is what he did. Nu dat is wat hij deed. Now I'm going to show you what people did to him. Maar nu ga ik u laten zien wat mensen hem hadden aangedaan. Because when we read the Bible. Want wanneer we de Bijbel lezen. And Paul said. En Paulus zei. One thing I do. Eén ding doe ik. Is forgetting those things. Vergeten we hetgeen maar aan. You don't understand what he meant. Daarmee begrijpt u nog niet wat hij bedoelt. So Paul was talking in three phases. Dus Paulus sprak hier in drie fasen. I want to take you through those three phases. En ik wil u nemen door die drie fasen. The first phase. De eerste fase. Was about himself. Was over zichzelf. What they did to him. Van wat ze hebben aangedaan. Ik bedoel wat hij mensen had aangedaan. Now let's see what people did to him. Nu laten we zien wat mensen hem hadden aangedaan. Because it's not only about what you did. Want het heeft niet alleen te maken met wat u heeft gedaan. Somebody also did something. Want iemand anders heeft ook iets gedaan.
Now go to 2 Corinthians. Nu we gaan naar 2 Corinthians toe. Chapter number 11. Hoofdstuk 11. Vers 23. Vers 23. To 24. Tot en met 24. To 25. Tot en met 25. Is somebody learning something? Leert iemand hier iets? And sometimes we even forgive people, but we don't forgive ourselves. En soms vergeven we zelfs andere mensen, maar we vergeven onszelf niet. Because the devil begins to say you are fool. Omdat de duivel begint te zeggen, ja, je bent een dwaas. See how you wasted your life. Ja, zie hoe je leven hebt verspeeld. Look at him and tell him he's a liar. Maar kijk naar hem en zeg dat hij een leugenaar is. Yes. Tell him he's a liar. Zeg hem, hij is een leugenaar. Tell him he's a liar. Zeg hem, hij is een leugenaar. Tell him he's a liar. Zeg hem, hij is een leugenaar. My friends, it's not about how you start. Het draait niet om hoe het begint. It's how you finish. Maar het draait erom hoe het eindigt. Anybody can start anything. Iedereen kan wat dan ook beginnen. But it's how you finish it. Maar het is hoe u eindigt datgene dat telt. Dat is wat telt. The Bible says. De Bijbel zegt. 2 Corinthians. In 2 Corinthians. Is that 2 Corinthians? Thank you. Are they ministering servants of Christ? I am talking like one besides myself. But I am more. When he said besides himself, he was talking in the spirit. There's somebody in the spirit. In the spirit. But I am more with far more extensive and abundant level. With far more imprisonments, beaten with countless stripes, and frequently at the point of death. Verse 24. Vers 24. 5 times I received stripes from the hand of the Jews. 40 lashes, all but one. Now this is what people did to him. Nu dit was wat mensen hem hadden aangedaan. Verse 25. Vers 25. 3 times I have been beaten with rocks. When you see beating, think about the things people did to you. Gegezeld. Moet je nadenken over wat men u heeft aangedaan. Maybe they did not beat you with a stock. Misschien hebben ze u niet geslagen met een stok. The things they did to you. Maar de dingen die ze u aan hebben gedaan. Like somebody whipped you back. Is net alsof iemand u helemaal geslagen heeft. The worst pain a person can go through is inner torment. De ergste pijn waar een mens doorheen kan gaan is innerlijke kwelling. What somebody did to you. Datgene wat een ander heeft gedaan. And every day you think about it. En elke dag denk je erover. Before you know, you become depressed. En voordat u het weet, raakt u depressief. Check our children in the Netherlands. Kijk maar naar onze kinderen in the Netherlands. How many are depressed? Hoeveel van ze zijn niet depressief? Listen, I used to be when I was a student. Luister, toen ik nog student was. Maar one of my roommates. Was een van mijn kamergenoten. Every night when I come back, he was a Dutch guy. Elke nacht wanneer hij terugkwam, en het was een Nederlandse man. Cocaine. Was hij met cocaïne bezig? This guy has a car that I think now I still need to buy that kind of car. En deze man had een auto die hij nu nog steeds zou moeten kunnen kopen. Hele dure auto. Zijn vader was in the parliament. Zat in het parlement. They had money. En ze hadden geld. But the guy was very stressed. Maar deze jongen was heel erg gestrest. So I asked him a question. Dus ik stelde hem why de vraag. Is your life like this? Waarom is je leven zo? I saw my father do the same, so this is what I do because I saw him do it. Hij zei, dit is wat ik mijn vader heb zien doen en daarom doe ik het nu ook. I was working 3 jobs. En ik had 3 baantjes. As a student. Als student zijn. I studied accountancy. En ik studeerde accountancy. As a student. Als student zijn. Every night I would come, I have peace. He doesn't have peace. En elke keer avond dat ik thuis kwam, zag ik dat ik vrede had, maar hij had geen vrede. With all the money. Met al het geld dat hij had. No peace. Had hij niet eens vrede. With all the girlfriends. En met al die vriendinnen no die had, hij had nog steeds geen vrede. His big porch outside. En zijn grote porch daar buiten, daar had hij nog steeds geen vrede mee. Then I begin to see. En toen begon ik te zien that there is something higher, dat er iets hogers is things, dan dingen that we go after. Waar we naar jagen. And when you don't have that thing, en wanneer u dat ding niet heeft, you will never experience joy. Zult u nooit vreugde ervaren. And that is God himself. En dat is God zelf. Are you getting this? Begrijp je? Now look at Paul. Nu, laten we kijken naar Paulus. Now they were dealing with him. Nu, ze rekenden met hem af. They start to tell us what they did to him. Nu te vertellen wat zij hem hadden aangedaan. He was telling us. Hij vertelde dat in 1 Corinthians chapter 4 verse 11. In 1 Corinthians 4 verse 11. He also told us that he was hungry many times. Ook dat hij heel vaak honger leed.
Now that is what they did to him. Maar nu dat was wat ze hem hadden aangedaan. Now when Paul put 1 and 2 together. Nu wanneer Paulus 1 en 2 samen optelt. Paul begin to find out. Begon Paulus nu te zien. I cannot move forward. Dat hij niet voorwaarts kon gaan. Until I learned to forget. Als hij pas leerde wat dat te vergeten. And to forgive. En te vergeten. I cannot move forward. Ik kan niet voorwaarts gaan. Until I let go of my past. Pas als ik mijn verleden loslaat. The question is, maar de vraag nu is. How am I gonna forget? Hoe ga ik dan vergeten? And how am I gonna forgive? En hoe ga ik dan vergeven? When everything, wanneer elke dag it weer. Seems as if het lijkt alsof. This thing, deze dingen. As if standing in front of nog steeds voor mijn neus staan. When you got born again, toen u wederom geboren werd. God. Had God. Replace. Verplaatst your problems uw problemen with himself. Met zichzelf. And that is his word. En dat is zijn woord. The reason why de reden waarom in, your past in uw verleden you were trying to fix yourself u probeerde uzelf te fixen is, because you did not have God. Is omdat u God toen nog niet had. So, what were you doing? Dus wat deed u? You make your problems your meditation. U zorgde ervoor dat uw problemen hetgene was waar u de hele tijd over nadacht en over sprak en waar u naar handelde. Every time you are thinking how you're gonna fix it. Elke keer dat u dacht hoe u het zou fixen. The more you think about it, hoe meer u er dan over the nadacht, more you dwell in your pain. Hoe meer u dan bleef in die pijn. Is that true? Is dat waar? So what did God do? Dus wat deed God? We are coming back to our memory box. We komen terug naar onze geheugenbox. Tell somebody memory box. Zeg tegen iemand geheugenbox. In your past. In uw verleden. Because of your pain. Vanwege uw pijn. You become bitter. Werd u verbitterd. Pain. Pijn. It turned into bitterness. En uiteindelijk resulteert het in bitterheid. Now God said. Nu God zei. Forgive. Vergeef. That is what he said. En dat is wat hij heeft gezegd. Then he told you why. En toen heeft hij u ook verteld. You have to forgive. U moet vergeven. Listen to me. Luister naar me. Forgiveness. Vergeving. Is not the absence of evil. Is niet de afwezigheid van kwaad. Forgiveness means. Vergeving betekent. You have admitted. Is dat u heeft toegegeven. That evil was done to you. Dat er slechte dingen u zijn gedaan. Maar dat u ook het besluit heeft genomen. Dat dit slechtheid u niet zal overwinnen. When I say forgive, wanneer ik zeg vergeef. I'm not telling you to say, well, they didn't do it. Dan vertel ik u niet om te zeggen dat ze het u niet hebben aangedaan. People that forgive, mensen die vergeven. And let go. En loslaten zijn mensen die hebben toegegeven that something was done to them. Dat iets is aangedaan and that thing is evil. En dat dat ding slecht is. But also, maar ook they have made a decision hebben ze de beslissing gemaakt that this evil dat dit kwaad will not rule over their lives. Hun leven niet zal beheersen. So they said, you know what? Dus ze hebben gezegd, weet u wat? I will let go. Ik zal loslaten and I will move forward. En ik zal voorwaarts gaan and I will not dwell in it anymore. En ik zal er niet langer meer bij blijven. Now what happened? Nu wat gebeurde er? God comes to you. God komt naar u toe. And tell you, my friend. En vertelt u, mijn vriend. Forgive. Vergeef. Because if you don't forgive. Want als u niet vergeeft. You can be sick. Kunt u ziek worden? When you are walking in unforgiveness. En want wanneer u wandelt in onvergevensgezind. I will not hear you when you talk to me. Dan zal ik u niet horen wanneer u tot mij spreekt. Because unforgiveness means. Onvergevensgezindheid. You are fellowshipping with the devil. Dat u gemeenschap heeft met de duivel. But he said, I am love. Maar hij zegt, ik ben liefde. Is somebody getting this? Begrijpt iemand dit? That is what God is saying. Dat is wat God zegt. He's saying I'm love. Hij zegt, ik ben liefde. I told you that God is healing a lot of people. En ik heb u al gezegd dat God hier heel veel mensen aan het genezen is. He's helping my young friend. En hij helpt mijn jonge vriend. That's somebody. God is helping everybody. So God said, when you forgive, I will embrace you. Dan zal ik u omarmen. My word says forgive. Mijn woord zegt vergeef. That's why he said, don't remember. Don't dwell in the past. Blijf dus niet in het verleden. But now dwell in the present. Maar nu ga in het heden. In the present. In het heden. I am telling you forgive. En ik vertel daar vergeef. Now, the same way. Nu dezelfde manier. That you used to think. Wat u ooit dacht.
about your problem. Over uw problemen. And you talk about en u sprak erover. What they did to you. Wat ze u hebben aangedaan. What they did to you. Wat ze u hebben because aangedaan. The more you talk about hoe meer u erover praat. The more you transport the information. Hoe meer u die informatie transporteert. So now God gave you a medicine. En nu heeft God u een medicijn gegeven. This is your conscious mind. Dit is uw bewust verstand. He's given you medicine. Hij heeft u medicijn God gegeven. Is the doctor. God is de dokter. So now you came to him. Dus nu bent u tot hem gekomen. He said, forgive. En hij zegt, vergeef. Now, nu. The more you think about forgiveness. Nu, hoe meer u nadenkt over vergeving. And the more you talk about forgiveness. En hoe meer u gaat praten over vergeving. This forgiveness. Deze vergeving. Is being transported. Wordt dan nu getransporteerd. From your conscious mind. Van uw bewust verstand. To your subconscious mind. Naar uw onbewust verstand. And it is confronted. En dan confronteert dit. Unforgiveness. Onvergevensgezindheid. And you receive deliverance. En dan ontvangt u bevrijding. But you must practice it. Maar u moet dit wel doen. We always pray for people to be restored. We bidden altijd wel voor mensen om hersteld te worden. The restoration doesn't happen without a fight. Maar herstel vindt nooit plaats zonder dat daar een strijd vooraf gaat. For restoration to take place. Voor herstel een plaats te vinden. You must be willing to confront. Moet u gewillig zijn om te confronteren. Those things in your life. Dat soort dingen in uw leven. That brought you in the tight place. Die u juist op een krappe plaats hebben gebracht. And God. En God, in his wisdom, in zijn wijsheid, only give you his word. Zal u alleen zijn woord geven. His word is himself. Zijn woord is hij zelf. God is bigger than the devil. Want God is groter dan de duivel. It was the devil. Het was de duivel. That causes you. Die ervoor zorgt dat u. To always think on your problem. Altijd maar nadenkt over uw probleem. Now God. Nu God says you are my child. Zegt u bent mijn kind. I want you to start thinking about me and what I said. Dat u nu gaat nadenken over mij en wat ik heb gezegd. It is the word of God. Het is het woord van God. That has the power. Dat de kracht heeft. To change your problem. Om uw probleem te veranderen. It is not you. Het u bent het zelf niet. But God's word. Maar Gods woord. Everybody sitting in this room. Iedereen die zit in deze ruimte. Something happened to them. Daar is wel iets mee gebeurd. Something. Er is wel iets mee gebeurd. I had 33,000 euro debt. Ik had 33.000 euro schuld. As a student. Als student zijnde. Somebody double crossed me. Iemand had mij opgelicht. I was working hard. En ik werkte hard. Into business. In bedrijverij. I landed with 33,000 euro. En uiteindelijk belandde ik met 33.000 euro schuld. En uiteindelijk verdween die persoon. Now as a student. Nu als student zijnde. A foreign student. Een vreemde student. Remember. Herinner, I'm not taking study financiering. Is dat ik niet degene was die study allowance kreeg. How do you think I'm gonna fix it? Hoe denkt u dan dat ik dit zou fixen? It takes grace. Dat heeft genade nodig. One day I met the person in Schiphol. Op een dag kwam ik die persoon op Schiphol tegen. And my wife said, I. En mevrouw zei, en? What did you do? Wat heb je gedaan? She said, I did nothing. Hij zei, ik deed niets. Instead, I opened my hands. In plaats ervan heb ik mijn armen geopend. En ik heb die persoon omarmd. I said, God bless you. Ik zeg, God zegen je. Now I'm standing here. En nu sta ik hier. I don't owe nobody no en ik ben niemand geen enkele cent verschuldigd. I had a job. Ik had een baan. If I tell you the salary, en als ik u vertel wat ik verdiende. I tell you the bonus, en als ik vertel wat voor bonus ik daar we just paid op nahield. En we betaalden het gewoon af als een graf. The first thing that happened. Maar het eerste wat er gebeurde, was dat ik eerst moest vergeven. Whenever you say you are forgiving someone, you will be tested. Wanneer u zegt dat u iemand vergeeft, zult u daarvoor op de proef gesteld worden. The person will show up in your face. Die persoon die gaat zeker in uw gezicht komen. And God, en God will test you, zal u dan testen whether you really forgive. Of u daadwerkelijk echt hebt vergeven. Because if you don't forgive, want als u niet vergeeft, how can you accept the forgiveness from the Lord? Hoe kunt u dan de vergeving van de Heere aannemen? Is somebody getting this? Begrijpt iemand dit? So, the more you meditate, dus hoe meer u mediteert on the word of God, op het woord van God, the word of God begin to dilate. Begint dan het woord van God uit te wissen. That bitterness, die bitterheid that was in your subconscious, die er in uw onderbewustzijn and before you know it, voordat u dit weet, the way you used to feel, de manier hoe u zich ooit voelde, you don't feel like that anymore. Voelt u zich niet langer meer. That is a sign, en dat is al een teken that you are delivered, dat u bevrijd bent. It is not enough.
Het is niet genoeg. When people lay hands wanneer on mensen dus gewoon alleen handen op u leggen. Then you must make a decision. U moet een beslissing maken. To confront. Om te confronteren. That thing that has been taking your peace. Datgene wat u van uw vrede heeft geroofd. And the only way you can do that. En de enige manier hoe u dat kunt doen. Is through the word of God. Is door het woord van God. Is somebody getting this? Begrijpt u wat dit? So God gave you His word. Dus God heeft u zijn woord gegeven. To confront that. Om dat te confronteren. Then Paul said. En toen zei Paulus. What? Thing I do, eén ding doe ik. Is forgetting those things which are behind. Hetgeen achter mij ligt. Filippenzen chapter 3. Filippenzen hoofdstuk 3. Vers 12 to 14. Read it for me fast. 12 tot en met 14. What did the Bible say? Are we there? Not that I have now attained this ideal or have already been made perfect, but I press on to lay hold of the of grasp and make my own that which Christ Jesus the Messiah has laid hold of me and made me his own. Verse 13. Verse 13. I do not consider, brethren, that I have captured and made in my own yet. But one thing I do. It's a daily decision. It's a daily decision. En dit is dus een dagelijkse beslissing die u moet maken. It is my one aspiration, forgetting what lies behind and straining forward to what lies ahead. And verse 14. En vers 14. I press on towards the goal to win the supreme and heavenly prize to which God in Christ Jesus is calling us upwards. There's somebody upwards. Say upwards. Upwards. You see, our life. Ziet u ons leven? Is an upward life. Is een opwaarts leven. The devil. De duivel. Is the person that wanna bring you down. Is de persoon die u neerwaarts wil halen. And he uses your past. En hij gebruikt het voor uw verleden. To do that. Om dat te doen. Are you getting this? Begrijpt u dit? He uses what people did to you. Hij gebruikt de dingen die mensen u hebben aangedaan. To do that. Om dat te doen. I have a question for somebody. Maar ik heb een vraag voor iemand vandaag. Have you ever done anything wrong? Heeft u wel eens iets verkeerds gedaan? Have you ever offended anybody? Heeft u nooit iemand beledigd dan? Do you make mistakes? Maakt u dan nooit fouten? How many times? Hoe vaak have God forgiven you? Heeft God u dan niet vergeven? How many times you go to him? En hoe vaak gaat u wel niet naar hem toe? When you are dealing with something, wanneer u met iets te maken you hebt. Say, I'm sorry. En u zegt dat het u spijt. Did God ever take a stick? Heeft God dan ooit een stok gepakt? To kill you? Om u ermee te doden? How many times? Hoe vaak? Today. En vandaag you have to draw a line. Moet u de lijn trekken between you and your pain. Tussen u en uw pijn. Today is a new beginning for vandaag your life. Is een nieuw begin voor uw leven. Today is a new day for you. Vandaag is een nieuwe dag voor u. You have to make a deliberate decision. U moet een bewuste beslissing maken. That my pain dat mijn pijn will not hold me captive anymore. Mij niet langer meer gevangen zal houden. Don't go to it. Ben Deuteronomy chapter 8. En we gaan niet naartoe, maar in Deuteronomium hoofdstuk 8. When the children of Israel left Egypt. Toen de kinderen van Israël uit Egypte kwamen. God told them. Zei God tegen hen. Said, remember. Hij zei, onthoud. And forget not. En vergeet niet. And God told them what to forget. En God vertelde ze wat ze moesten vergeten. And what to remember. En wat ze zich moesten herinneren. Then you see. Maar ziet u, sometimes with human beings, soms met mensen, what you tell them not to do, wat u ze vertelt niet te doen, that is what they end up doing. Doen ze juist uiteindelijk wel. And what they are supposed to do, en wat ze eigenlijk horen te doen, they end up not doing it. Dat laten ze uiteindelijk na. Today, vandaag, how long? Hoe lang? Are you not tired? Bent u er nog steeds niet moe van? How long you want to go on? Like hoe lang wil je nou zo doorgaan? How long do you want to pretend and the pain is there? Hoe lang wil je nou nog blijven doen alsof terwijl die pijn daar is? How long are you going to let the devil hoe rule lang over your life? Ga je de duivel nog je leven laten beheersen? How long? Hoe lang? Maybe you came from a church.
Misschien ben je gekomen van een kerk. When many wrong things happen. Waar vele verkeerde dingen zijn gebeurd. You can never grow in the new church. En je kunt nooit groeien in die nieuwe kerk. If you keep on suspecting everything. Als je maar alles en iedereen verdacht maakt. Suspecting everything is a sign. Alles verdacht maken is al een teken. That you need deliverance. Dat je al bevrijding nodig hebt. Ja. Suspecting everything that happened is a sign. Als je achterdochtig bent, dan is het al een teken. That you are hurting. Dat je gepijnigd bent. It's a sign you are hurting. Het is een teken dat je gekwetst bent. It's a sign you are crying for freedom. En het is dus een teken dat je huilt om vrijheid. Your life was not made to move from one place to another. Want je leven is niet gemaakt om van de ene plaats naar de andere te gaan. God wil u genezen. God wil u genezen. You see, when you are wounded, ziet u wanneer u verwond bent and you don't take care of the wound, en u zorgt niet voor de wonden, it's gonna spread to your entire body. Dan zal het in uw hele lichaam verspreiden. Or you don't know that. Of weet u dat soms I niet? Don't wanna go there today, but put Hebrews 12 verse 15. When you are wounded, ik wil erop ingaan, maar zet Hebreeën 12 vers 15. Want wanneer u verwond bent and you don't take care of the wound, en u zorgt niet voor de wond, how many of you know it's gonna destroy? Where is Sister Lily? You are next, right? En Sister Lily is, that true? Bent, is verpleegd. If somebody has a wound, als iemand een wond heeft. In the natural. In het natuurlijke. And the person doesn't treat them. En die persoon die behandelt die wond niet. What is gonna happen? Wat gebeurt er dan? What is gonna happen? Wat gebeurt er dan? The person will be infected. Dan zal die persoon geïnfecteerd. And maybe the wound was not supposed to kill the person. En misschien behoorde die wond die persoon niet eens te doden. Because the person did not take care of the wound. Maar omdat die persoon niet voor die wond heeft gezorgd, spread to the entire body. Verspreidt het in zijn hele lichaam. That is the problem with most believers. En dat is nou het probleem met de meeste gelovigen. The first place for your healing, you must admit you are hurting. De eerste plaats voor uw genezing is dat u eerst moet toegeven dat u gekwetst bent. Stop pretending. Hou er mee op om te doen. Admit you are hurting. Geef gewoon toe dat het u pijn doet. Tell God I cannot go on like this anymore. Zeg tegen God nee, ik kan niet zo lang meer doorgaan. And second, en ten tweede, confront the issue. Confronteer gewoon het probleem. Talk about the issue. Praat over dat probleem. Meet one of the counselors in church. Ga naar een van de counselors in de kerk. And talk about it. En ga erover praten. Let them pray with you. Laat ze met u bidden. You need deliverance. Want u heeft bevrijding nodig. You need healing. U heeft genezing nodig. Stop pretending. Hou er mee op te doen alsof. We pretend a lot. We doen veel te vaak met een soort. They don't need to know my stuff. Nee hoor, ze hoeven mijn dingen niet te weten. When I'm talking about it, nothing really changes. Ja, want ik heb er toch over gepraat en er verandert maar niet. Why don't you cast your net again? Waarom gooi je net niet weer uit? Why don't you trust Jesus again? Waarom vertrouw je niet wederom op Jezus? Maybe you did not trust him yesterday. Misschien heb je dat niet vertrouwd. But why can't you still trust him now? Maar waarom gaat u hem dan nu niet vertrouwen? The Bible says. De Bijbel zegt. Exercise foresight. And be on the watch to look after one another. To see that no one falls back from and fails to secure God's grace, his unmerited favor and spiritual blessing. In order that no root of resentment, rancor, bitterness or hatred shoots forth and causes trouble and bitter torment. And many become contaminated and defiled by it. Sometimes in church. Soms in de kerk. Hurting people. Mensen die gekwetst zijn, are the people that cause more problems. Zijn de mensen die veel problemen veroorzaken. They are hurting. Ze zijn erg gekwetst. So they end up. Dus uiteindelijk gossiping. Gaan ze roddelen. Say all kinds of en ze gaan allerlei soorten dingen uitkramen. When something happened, wanneer er iets gebeurt. I used to know that before. Ja, ik kende dat ook voorheen. I saw that before. Dat heb ik al eerder gezien. They always dwell in their past. Ze blijven altijd maar hangen in het verleden. It's a sign. Dat is al een teken. That they need deliverance. Dat ze bevrijding nodig hebben. Hey, be careful with these things. Hey, hey, je moet voorzichtig zijn met deze dingen hoor. The fact that it happened somewhere else. Maar het feit dat het ergens anders is gebeurd. That doesn't mean every place is the same. Wil nog niet zeggen dat elke plaats the hetzelfde fact is. That one man disappoints you. Het feit dat één persoon je that doesn't mean every man is a disappointment. Betekent nog niet dat elke man een teleursteller is. The fact that one woman disappoints het feit dat één vrouw that doesn't mean all the women are Jezebels. Betekent nog niet dat alle vrouwen een Jezebel zijn. It doesn't mean that. En dat betekent dat nog niet. You were just unfortunate. Maar u heeft gewoon ongeluk gehad. You find yourself in the wrong boat. U heeft uzelf in de verkeerde boot gevonden. That separation was good. Ja, en die scheiding was goed. Because the worst thing
Omdat het ergste is, to hold on to that enemy. Is dat u de handen van de vijand vasthoudt. Veel te lang. Before you know. Want voordat u het weet, zult u vroegtijdig in het graf belanden. So it is the love of God. Dus het is de liefde van God. Maybe you don't see it that way. Let me talk to you. Ziet u het niet zo, maar laat me tot u spreken. It is the love of God. Het is de liefde God. That brought the separation. Die u schrijft. So instead of you to be thinking. Dus in plaats dat u nadenkt. And say what happened to you. En zegt wat er met u gebeurt. Begint u zich nu te verblijden. Halleluja. God has a way heeft een manier to increase us. Om ons te laten toevoegen. He subtracts. Hij houdt weg before he adds. Voordat hij toevoegt. That is God's mathematics. Dat is God's manier van berekenen. When God will increase you, wanneer God u wil laten toenemen, he clones you. Dan snoeit hij u. Nobody likes that. En niemand vindt dat prettig. You see, if ziet those things did not happen to me, als die dingen niet met u waren gebeurd. Jesus, we need this. So we need the things happen. De dingen gebeuren. Because of God's love for you. Vanwege God zijn liefde voor u. So God said. Dus God zegt. I just know how to do the thing. Ik weet hoe ik het moet doen. I need Sophie. Ik heb Sophie. I love Sophie so much. Ik hou heel veel van Sophie. So I will just take my hands off a little bit. Dus ik ga even mijn hand er een beetje afhalen. But I will talk to the devil. Maar ik ga tegen de duivel zeggen. Like how I told him about Job. Net als over Job had verteld. You can touch everything around Sophie. Alles op but you cannot touch Sophie's life. Maar je kan Sophie because Sophie is not proper. Want Sophie is mijn eigendom. So before you know. Dus voordat u het weet, the money that you used to trust in, het geld waar u ooit zo vertrouwde, disappears. Nu, before you know, voordat u het weet, the car that you used to trust in, broke down. Before you know, voordat u het that weet, business that you think was your everything, die dacht dat je, stop to work. Then you say, oh God! Oh. It is good. Dat is goed. You say, why me? Why is my life like this? Waarom gaat mijn leven nou zo? Wat is het nou iemand? Ik hou gewoon te veel van je. To let you die before je time. Vroegtijdig te laten sterven. So sometimes you are dwelling in your pain. Dus soms blijft u bij uw pijn. When God is using your pain to point you to your future. Terwijl God juist uw pijn gebruikt om u naar de toekomst te verwijzen. Joseph said. Joseph zei. You meant it for evil. U heeft het voor kwaad bedoeld. God maar God heeft het ten goede gekeerd. Amen. Even Joseph. Zelfs Joseph. Had to go through character training. Moest door karaktertraining heen gaan. Jesus. Jesus. Don't look at your pastor and say pastor is dead. Ga niet kijken naar uw voorganger. Wow. En zeg pastor. I really want to be pastor. Ik wil niet pastor zijn. The way pastor is. De manier pastor is. I love him. Ik hou van hem. When pastor tell me what you went through to be that. Pastor weet u vertelt. Waar ik doorheen is gegaan. I slept on the street. Ik heb op straat geslapen, mijn vriend. Ik heb voor eten gesmeekt. In this country. In dit land. I came from a rich home. Ik ben uit een rijk huis gekomen. Maar ik heb geleerd wat armoede was hier in Nederland. My neighbor feed me with pepper because there was no food to eat. Mijn buurman die voedde mij met peper omdat er geen enkel eten was om te eten. I slept in cafés to ik heb in cafés geslapen om te kunnen overleven. Don't just look at me. En kijk eens naar oh, het fine zelf. Oh ja, met zijn prima. You don't know where I came from. Je weet niet waar ik vandaan ben gekomen. You don't. Dat weet u. Stop admiring people. Dus houden wij op when you don't know their story. Wanneer je echt het verhaal niet kent. And if I am telling you this, en als ik u dit vertel, I don't preach things that doesn't work for me. Ik predik dan niet dingen die niet voor me werken. People read books. Mensen lezen boeken. I rather not talk about something because preacher talk about it. En ik praat liever niet over iets omdat de prediker erover. God will never use you. Want God zal u nooit gebruiken zonder u niet zelf eerst een ervaring te hebben gegeven. Amen. Do you get this? Begrijpt u dit? That's why we don't understand many people in church. En daarom begrijpen we ook veel mensen in de kerk. You think it's about a degree? We denken dat het gaat om degree will not solve nobody's problem. Maar een diploma lost niemands probleem op. That's why the day God called me. En daarom de dag dat God me had geroepen. Did he tell me I need your PhD? Had hij me niet gezegd dat hij mijn diploma nodig had? PhD is goed. Een diploma is goed. Then you will not cast out demons. Maar daarmee ga je nog geen enkele demon uitdrijven. It's simple. Het
Het is simpel. We need God. We hebben God nodig. To do his job. Om zijn taak te verrichten. Are you getting it? Begrijpt u dit? And if you want God to help, als u wil dat God u helpt, you must surrender to his principle. Dan moet u zich overgeven aan zijn principe. You see, when people go through problems, ziet u wanneer mensen door problemen gaan, stop going to them and say, I understand, Ik begrijp. Put some sense in their heads. Nee, begin mensen te zitten en begin iets simpels in hun verstand aan te brengen. Tik die broeder uit, zegt Johnny. Didn't you know? Wist je dat dan niet? Zeg Johnny. Zeg Johnny. You have all the signs. Je hebt toch alle tekenen. But you choose. Maar jij hebt zelf gekozen. Vergeef eerst jezelf. Therefore, I'm sorry. Zeg tegen God dat ik before je spijt. God can take you out. Voordat God je eruit haalt. We think that going to the person, when we sleep all night to the person still cry after we left. It's a sign you did not help the person. We kunnen praten en nice words doesn't help. Maar mooie woorden. Only God can help. The nice words doesn't change. Want die mooie woorden veranderen. They sit the person down. Zit met die persoon. Give the person the word. Maar geef die persoon. When you are not there, because the word is God. En het woord is God. When you are not there. En wanneer u dan niet daar bent. God is always there. Dan is God daar wel. God is from God. A lot in the church. We hebben veel te veel compromis gemaakt in de kerk. That's why we have a lot of wounded people. Daarom hebben we zoveel veel verwonde mensen in de kerk. We think by sitting with them, we denken alleen maar cooking for them, en voor ze te koken, being nice to them, en heel vriendelijk tegen ze te zijn, dat we ze dan maar helpen. No, make the problem worse. Nee, u maakt daarmee alleen het probleem erger. Man, de mens opereert in drie atmosferen. The spirit, de geestelijke, the soulish, de zielen, and the physical world. De fysieke. Die mensen, when you see somebody is hurting, wanneer u ziet dat iemand gekwetst in the soul, in de ziel, the only way to help the person, de enige persoon om die persoon te helpen is om terug te gaan naar de geest. Hallo. Hallo. And the hour has come. En het uur is aangebroken. Today you have to choose. En vandaag moet u een keuze maken. Stop blaming people. Hou ermee op om een ander de schuld te geven. It starts with you. Het begint eerst bij u. Some of you, God is talking to you now. En van sommigen van u, daar spreekt God u tegen. More mess. Voordat u nog meer troep ingaat. Never you trust the arm of flesh. Vertrouw nooit op de arm van het vlees. You'll be disappointed. Want dan zult u teleurgesteld raken. Trust God. Maar vertrouw op God. The maker of all things. De maker van alle dingen. The creator of heaven and earth. De schepper van hemel en aarde. Even the people that say they will stand with you. Zelfs de mensen die zeggen dat ze met je zullen staan. Don't mind them. Neem het ze niet kwalijk. Just trust God. Vertrouw gewoon op that God. That he will cause the people to stay. Dat hij ervoor zal zorgen dat de mensen zullen blijven. Because I've been with human beings. Want ik ben met mensen geweest. That can say something to me. Die de ene dag wat zeggen. This is my son. Dit is mijn zoon. I always tell him. Ik zeg altijd tegen hem. When somebody says something. Wanneer iemand iets zegt. And doesn't keep his word. En zijn woord niet houdt. You tell me how unstable you are. Dan vertelt dat me al hoe onstabiel je bent. So I'm not even angry with you. Dus ik ben niet eens boos op je. Ik ga dan voor je bidden. Because God did not command me to talk anyhow. Want God heeft me niet bevolen om zomaar mijn mond te openen. He wants me to only talk because he talks. Hij wil namelijk alleen maar dat ik praat omdat hij het zegt. So that I will stop saying I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. Zodat ik stop met te zeggen het spijt me, het spijt me, het spijt me. Are you getting this? Begrijpt u dit? And God only back up his word. En God onderbouwt alleen zijn woord. Today my friends. En vandaag mijn vrienden. You are my friends. U zijn mijn vrienden. That's why you are in this church. Want daarom bent u in deze kerk vandaag. I don't know where you came from. En ik weet niet waar u vandaag bent gekomen. I don't know what has been troubling. En ik weet niet wat u zo bezwaard heeft. But today, maar vandaag. I want you to draw the line. Wil ik dat u de streep trekt. You have been in that pain for far too long. U bent al veel te lang in die pijn. Don't pretend. Doe nou niet net alsof. There is nobody in this room. Want er is niemand in deze ruimte. En hoe weet ik dat? God doesn't lie. Omdat God niet liegt. He came to me in the night. Hij is in de nacht naar me toegekomen. Om 2:00 s'nachts. He said, son, en hij zei zo. You wanna preach your own thing. Je wil je eigen ding prediken. Today, maar vandaag. We'll talk about the pain zul je het gaan hebben over de pijn van mijn volk. He chose. Hij heeft daarvoor gekozen. Today, wherever you are. En vandaag waar u ook bent. Jesus won't heal you. Daar wil Jezus u genezen. Amen. Don't let your thing spread over your body like cancer. En laat dat ding niet over je lichaam als kanker verspreiden. How many people have cancer? Hoeveel van mensen hebben vandaag de dag kanker? If you check. Als u kijkt. If you just check. Als u gewoon even kijkt. It start with this one thing. Dan is het met iets kleins begonnen. Unforgiveness. En het is onvergevensgezindheid.
I go to IMC. Ik ben het AMC geweest. I used to go there all the time. En ik ging er altijd heen. To pray for sick people. Om te bidden voor de zieken. There was a lot of miracles. En er waren heel veel wonderen. But I'll tell you this. Maar ik zal u vertellen. The honesty. De eerlijke waarheid. Meer dan 80% van wie ik ben tegengekomen die op het ziekbed lagen, waren allemaal verbitterd. Unforgiving people. Onvergevensgezinde mensen. What people did to them. Wat mensen hen had aangedaan. So I asked them, what dus ik heb ze altijd gevraagd, wat heeft u zelf gedaan? Have you seen people, they are fine self, like heeft u wel mensen gezien always ask them, what did you do? Die altijd zeggen wat een ander heeft gedaan, maar wat heeft u zelf dan wel gedaan? You never did anything, want omdat u nooit ander iets aan hebt gedaan, is het gewoon gebeurd. You never did nee, anything. U heeft een ander nooit like gedaan. Kids. Het is net als mijn kinderen. Well, they have a statement. Ze hebben altijd een uitspraak. When they did something. Wanneer ze iets hebben gedaan. I say, who did it? En ik ze vraag ze Nima. Wie heeft het so gedaan. So somebody in my house I call Nima. En dan zeggen ze altijd nobody. En er is dus iemand in mijn huis die zegt nobody Nima. So I know that there is also another me. I don't know what the person is. The person is Nima. Het andere naam is, maar die persoon's naam is nobody. Nima. Nobody. So because Nima, I dus don't know where to nobody. Go. Nobody. So ik ken het woord niet. Ik zeg, okay, nobody. They did it. Zij hebben het zelf gedaan. They don't always want to say they did anything. Ze willen gewoon niet zeggen dat ze. Nee, papa, Nima, Nima, no, Nima. Dad, nobody, nobody. Angela, you did. Nee, 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 papa, nee. Angela, did you do this? No, 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 Dad, no, no, no. Ik heb dat niet gedaan. I didn't do that. They never did anything. En zij hebben the thing just gedaan. Happened by itself. Maar nee, dat ding is gewoon uit zichzelf gebeurd. That is how most people are. En dat is hoe de meeste mensen adult zijn. People. Volwassen mensen. They didn't do anything. Nee, zij hebben nooit wat gedaan. I met a brother. Ik ben een broer tegengekomen. Een paar dagen geleden. He got into business. En hij had zaken gedaan. Guy met een andere man die hij wilde helpen. With my prophetic spirit. En met mijn profetische geest. I told him, zei ik tegen hem, doe het niet. You know what he said to me? Weet je wat hij tegen me zei? Let it be. Laat maar. It was also one of my Nigerian brothers. I love them so much. En het was ook een van mijn Nigeriaanse broers. Ik hou zo van ze. Weet je wat zei? Nee, laat het. It's my friend. Het is mijn vriend. Nothing will happen. Niets gaat gebeuren. I said nothing will happen. Niets zal gebeuren. Say God bless you. Zo, oké, God zegen. I met him. Ik kwam hem tegen. Yes, later. Jaren later. You know what he told me? Weet je wat hij me zei? Pastor. Hij zei pastor. I said why did you shout my name? Ik zei waarom heb je mijn naam zo schreeuwen? You know there is a way that people call you. Londen. I said, didn't I? Shock, I just hold my tongue. I said, he said, the pastor, you said. Ik had mijn tong vasthouden, maar hij zei, pastor, u hebt me gewaarschuwd hoor. No, pastor was stupid. I was stupid when nee, I said. Nee, pastor, ik was dom toen ik die uitspraak had gemaakt. And he was so wise. En hij was zo wijs. That is how God does with some of us. En dat is hoe God het doet met sommige van he ons. He gave you his word. Hij heeft ze je woord gegeven. He said, nah, I'm my boyfriend. Hij zei, nee, ik heb mijn vriendje zo nodig. Is dit boyfriend? Zei, nee, die vriendje dan. God zegt marry. God zegt ga trouwen. Say no. Hij zegt nee. I have to wait. Nee, ik moet eerst wachten. Ben je wat fornicating? Maar je pleegt hoererij. And then you hear sometimes Christians. En dan hoor je soms christenen zeggen. Christians. Christenen. I have cancelled all kinds of people. Ik heb allerlei soorten mensen raad gegeven. They have been having sex so long. Ze hebben heel lang seks al. But when you tell them to get married, maar wanneer je zegt om te trouwen, dan zeggen ze nee, het is te snel. But they want to have sex. Maar ze willen wel seks hebben. But they don't want to marry. Maar trouwen? Nee, dat willen ze niet. And those kind of relationship, I know how long it's going to take before the whole thing, everybody goes home. En dat soort relaties, ik weet hoe lang dat gaat duren voordat iedereen zijn eigen weg daarin gaat. Today, vandaag, my friends, mijn vrienden, the hour has come. Het uur is gekomen. Draw the line. Trek de streep. Amen. If today you are wounded, als u vandaag verwond bent, you are bitter. En u bent verbitterd. I want you to lay hands on your own chest. Dan wil ik dat u de handen op uw eigen borst legt. Put your hand on your own body. En leg uw hand op uw eigen lichaam. Do that only because you are honest. En doe dat alleen maar omdat u eerlijk bent met uzelf. And if you are not born again, en als u niet wederom geboren bent, Jesus. Dan wil ik u graag tot Jezus leiden. You see, ziet u? I'm not some of these pastors that give you this. These nice messages. Ik ben niet zo'n voorganger die u even een mooi boodschapje geeft. I tell you, you're gonna be rich. Ik ga je niet zeggen, je gaat rijk worden. You're already rich. Je bent al rijk. You don't know. Je weet het alleen nog when you know, you will not pray the prayer anymore. Want wanneer je het echt weet, ga je dat gebed niet eens meer bidden. Jesus. Bring 1000 euro.
breng 1000 euro. You be a millionaire. Want je gaat miljonair worden. Are you serving God to be a millionaire? Maar dien je God dan om miljonair te worden of zo? Sometimes we are so greedy in our Soms zijn we zo gierig in onze motieven. That we cannot even be blessed. Dat we niet eens gezegend kunnen worden. Because our heart Omdat onze harten is terrible. Heel erg verschrikkelijk zijn. Today put your hand on your chest, put it there. En vandaag leg je handen op je borst. Wees gewoon eerlijk met je prima zelf. The first thing that you're gonna do. Het eerste wat je gaat doen. This is personal. En dit is heel persoonlijk. First of all, admit. Allereerst moet u toegeven. That you make mistakes. Dat u zelf fouten maakt. And tell God. En zeg tegen God. To forgive you. Om u te vergeven. Admit. Geef het toe. If you do it with your heart, you will see that pain will leave. Will be en als u dit zal doen met geheel uw hart, zult u zien dat de pijn nu op dit moment meteen verdwijnt. Dickiness, and this is outside. But there was this lady that had elephantiasis. En die is buiten, maar er was een vrouw die last had van een hele grote opgezwollen been. Her leg was so thick. En haar been was heel erg dik. Because of bitterness. Vanwege bitterheid. I went to her house. En ik ging naar haar huis toe. En ik wilde voor haar bidden. En de Heer zei, raak er niet aan. Ik zei, waarom? He said 90%. Hij zei, 90% van haar wonder zit hem in haar mond. Ziet u deze dame? Ze is heel erg verbitterd. She has to confess. Ze moet het eerst belijden. And the lady was healed instantly. En die dame werd direct meteen genezen. En ze begon in één keer te lopen in haar huis. She could not move. Maar daarvoor die tijd kon ze niet eens bewegen. What do you want? Wat wilt u nou? Jesus is here. Jezus is hier. Jesus is here. Put your hand Jezus is hier. Leg uw hand op uw borst. Ask God. En vraag God to forgive you. Om u te vergeven. For your mistakes. Voor uw fouten. Whosoever. Wie dan ook. Whatsoever. Wat dan ook. That you did. Dat u heeft gedaan. To others. Bij een ander. Ask God to forgive you. Vraag God daarvan u te vergeven. Thank you, Jesus. Dank u, Jezus. Open your mouth, talk to yourself. En open uw mond en praat met uzelf. This thing is personal. Want dit is heel persoonlijk. Yes, Lord. Ja, Heer. Here are your people. Hier is uw volk. That are wounded. Die zo verwond is. They are like a wounded soldier. Ze zijn als een verwonde soldaat. How can a wounded soldier go to war? Hoe kan een verwonde soldaat nou de strijd aangaan? Without being healed. Zonder genezen te worden. Father, heal your people. Vader, genees uw volk. Heal your people. Genees uw volk. Now, Brother Mario, go to the keyboard for me. I don't know where Brother Carlos is. The time that I'm expecting the service is out. Play the keyboard for me. Thank you, Jesus. Thank Just you, play Jesus. Something. Play something. Thank you, Jesus. Somebody talk to yourself. Iemand praat met uzelf. Forgive yourself also. Vergeef het uzelf ook. Als u niet wederom geboren bent, this is the time. Dan is dit de tijd to give your heart to Jesus. Om uw hart aan Jezus te geven. You can never forgive. U kunt nooit vergeven when you don't receive it first. Wanneer u het niet allereerst zelf heeft. You can never give love. U kunt nooit liefde uitgeven without receiving love from Jesus. Zonder dat u eerst liefde heeft ontvangen van Maybe Jezus. The way people treat you. Misschien de manier hoe mensen u hebben behandeld. You don't know how to do it yourself. Dan weet u niet hoe u het met uzelf moet doen. Today, if you don't know Jesus, vandaag als u Jezus niet kent, let them lead you to Christ. Laat ze u dan leiden tot Christus. Don't please nobody. En doe niemand anders een plezier. You cannot change yourself. Want u kunt uzelf niet veranderen. You cannot. U kunt dat niet. I cannot change myself. Ik kon mezelf namelijk ook niet veranderen. Only Jesus did. Alleen Jezus heeft dat kunnen doen. Thank you, Jesus. Dank u, Jezus. Thank you, Jesus. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Somebody talk to yourself. Iemand praat met jezelf. It starts with you. Admit that you are. Eerst bij u. Geef eerst toe. We are going to the real levels of healing. We gaan naar 3 niveaus van genezing toe. Admit. Yes. Geef het toe.
Zeg gewoon tegen God dat je gekwetst bent. Heal me. Genees mij. I am hurting. Ik ben gekwetst. I am in pain. Ik verkeer in pijn. I cannot go on like this. Ik kan zo niet langer in doorgaan. I cannot. Het kan niet meer. Touch me, Lord. Raak me aan, Heer. Take this pain away. Herstel uw vreugde. These are your children. Dit zijn uw kinderen. Now, if you are not born again, nu als u niet wederom geboren bent, this will not work for you. Dan zal dit niet voor u werken. Because you can never give what you don't have. Dat u nooit iets uit kunt geven wat u zelf niet heeft. It starts with you. Het begint eerst bij u. Yes. And the second step. En de tweede stap. As the girl in the middle, when she's born again. This is serious business. En dit is heel serieus. Ziet u? Mensen gaan naar conferenties toe en zeggen: genees mijn lichaam. Maar de hoogste genezing is in uw hart. Don't be distracted. Thank you, Lord. Hallelujah. Don't look at nobody. Don't be distracted. Kijk niet naar een ander. Wees niet afgeleid. Focus on Jesus. Focus op Jezus. The second thing. En het tweede ding. That you will do today. Wat u zult doen vandaag. Is to forgive that person. Is dat u die persoon gaat vergeven. Call the name of the person. En noem de naam van die persoon. Release the person from your soul. En zet die persoon vrij uit uw ziel. Open your mouth. En open je mond. And speak. En spreek. It is in your mouth. Het zit in uw mond. Release the person. Zet die persoon vrij. Release the person. Zet die persoon vrij. Release the person. Zet die persoon vrij. If it's your family member. Als het je familielid is. If it's your sister. Als het je zuster is. If it's a friend. Als het een vriend is. If it's a brother. Als het een broeder is. If it's a colleague. Als het een collega is. Whosoever is that person. Wie dan ook die persoon is. Let it go. Laat het los. Let it go. Laat het los. Yes, let it go. Let it go. Let go. Let go. Let go. Yes, Lord. Laat het los. Then you're gonna stand up as a militant person. En dan gaat u opstaan als een heel militant persoon. Stand up. Stand up. The devil has been putting you to sit down. You are about to come. De duivel heeft u laten zitten. U staat op het punt om het toe te spreken. You talk to him now. Spreek tot hem nu. I will teach you how to do it. Somebody say, how did you do that? En zo heeft hij me opgevoed. Heel militair. Now today. Nu vandaag. You are about to lift up your right hand. Staat op het punt uw rechterhand op te heffen. You gonna declare with me. En u gaat bij mij verklaren. Say the name of Jesus. Say the name of Jesus. Say the name of Jesus. In the name of Jesus. Every oppressing spirit. Every oppressing spirit. That was a sign. That was a sign. By Satan. By Satan. To steal my peace. To steal my peace. To steal my joy. To steal my joy. To cause me to hurt. To cause me to hurt. Today. Yeah. In the name of Jesus, Satan, I rebuke you. Say, I take back. Say, I take back. My joy. I take back. My peace. My peace. I take back. My laughter. Say, I declare. Right now. Right now.
every imagination captive by the power of the Holy Spirit. I bring it into obedience to the voice of Christ in the name of Jesus. Spirit of witchcraft, I rebuke you in the name of Jesus. Say, I send it back to the center. Say, I call into manifestation the spirit of restoration. Just from this day, I refuse to accept in my life anything that is contrary to God's plan for my future. Say, Father, this day, remove from my life any person that was not ordained for my destiny in Jesus' name. Say, I refuse to hurt anymore. This day, I receive my healing. Say, you power of evil, I overcome you. Right now. In the name of Jesus. Say, I draw the line. By the power of the blood. And I embrace. My healing. Say, thank you, Jesus. Say, thank you, Jesus. For healing me. Thank you, Jesus. For my restoration. Thank you, Jesus.